Goedemiddag allemaal, het is vandaag 8 januari en ik heb vandaag mijn booster gehaald. Kijk maar, daar zit hij, de booster. Ja, in mijn linkerarm. Ik heb er nog geen last van en ik hoop ook geen bijwerkingen te krijgen, behalve een beetje stijve arm. Dat heb ik de vorige keer ook gehad, geen centje pijn verder. En dan ben ik weer beschermd en dan kunnen we allemaal weer aan het werk. En daar kijk ik enorm naar uit, ook al heb ik nog een weekje extra. Vakantie zou ik het niet noemen, want ik ga dus mijn meesterproef schrijven. Ben ik allemaal bezig en het is wel even een klus. Dus daarom heb ik een week studieverlof en de week daarna ga ik weer lesgeven. En dan ben ik beschermd. Dan is hij inmiddels werkzaam, volgens mij. Ik hoop dat iedereen zijn booster haalt, want zo krijgen we corona eronder. Dag allemaal.